Breda nu. Je weet het meteen. Voor veel middelbare scholieren in Nederland kan donderdag de laatste eindexamendag zijn. Zo ook voor een tiental leerlingen van het Stedelijk Gymnasium in Breda, die het examenvak muziek deze middag afleggen. Hoe zijn de examens gegaan en zijn er al mogelijke toekomstplannen? Ja, ik heb er best wel goed gevoel bij. Ik was heel blij met de fragmenten die ze vroegen, de periodes die aan bod kwamen. Het laatste fragment is altijd moderne muziek en er kwam zelfs een stukje rock in voor van de Foo Fighters. Dus daar was ik heel blij mee. Dat ligt me wel. Dus dat was leuk. Nou, ik was dus van plan om minstens een 8,5 te gaan halen, want dan blijf ik een 9 staan voor muziek. Ik had examens geoefend en dat lukte ook meestal. En dit examen sloeg helemaal nergens op in vergelijking met de examens van vorige jaren. Voor muziek dan, hè? Dus dat was helemaal mislukt. En dat is erg jammer. Het was een kut examen. Ja, ik weet het niet precies. Het ging niet super goed. Alleen, ja, Frans ging gisteren ook niet super goed. En ik wist het toen ook niet. Maar ik heb toen het wel goed gedaan eigenlijk. Dus ik hoop dat het weer zo is. Nou ja, er zaten heel veel ritmische dingen in. Ik ben niet zo goed met het ritme en tellen, dus dat vond ik wel jammer. Ja, dus ja, als drummer is dat niet erg, maar... Ik vind het wel altijd heel moeilijk als ze vragen om ritmes aan te vullen of om melodieën gewoon op te schrijven. Maar over het algemeen ging het best wel oké. De andere soorten vragen, zeg maar normaal krijg je 1-2 solfège vragen, 1 keer ritme, 1 keer melodie, zoiets. Nou, die kwamen er nu volgens mij 5 in of zo en dat gebeurt echt normaal nooit. Plus, ze waren ook nog eens best ingewikkeld, dus daar zat je best lang mee. Ja, er waren over sommige examens was er nogal wat ophef. Nederlands was een lastig examen, maar ging wel oké. Alleen economie vond ik heel lastig. Heel goed. Ja, eigenlijk echt heel goed. Ik ben niet zo goed in school. Ben ook nooit zo gemotiveerd om iets voor school te doen. Maar ik dacht, met mijn eindexamen zal ik een keer mijn best gaan doen. En dat is heel goed gelukt. Nee, ik ga een gap hier nemen, maar ja, dat ga ik meteen plannen als ik weet dat ik geslaagd ben. Ik wil eerst nog even zeker weten dat ik geslaagd ben. Ja, super lekker lange vakantie. Ik ga op reis met vriendinnen en heel veel examenfeestjes natuurlijk, dus ik heb er helemaal zin in. Ja, bestuurskunde en organisatiewetenschappen of muziekwetenschappen. Na even kort bijpraten verlaten de leerlingen de school. Houdoe examens, hallo vakantie.